Heeft hij wel eens een appje gestuurd naar de dokter? Het schijnt steeds normaler te worden. Zorg op afstand door digitalisering. Kostenbesparend uiteraard. Maar de keerzijde van e-health is dat het fysieke contact tussen patiënt en dokter afneemt. Ik leg mijn vingertoppen erop en de meting begint. Zo simpel is het om thuis een medisch verantwoord hartfilmpje te maken. Opname duurt in totaal 30 seconden. Kijk, bestand wordt. Kijk, en dan komt hij weer met normaal. Els Doornsijven is geboren met een hartafwijking. Als kind is ze daaraan geopereerd, maar haar hart blijft kwetsbaar voor problemen. Het is in het verleden zo vaak gebeurd, dan had je hartkloppingen of benauwdheid of pijn op de borst. En dan ga je naar de cardioloog of naar de huisarts en dan is er dus helemaal niets aan de hand. Je draagt soms dagen een holter, hè, dat is een kastje die eigenlijk een doorlopende ECG maakt, helemaal niets op te zien. En dan denk je bij jezelf wel, ja, er is toch wel degelijk even iets aan de hand geweest. En dat kun je dus nu eigenlijk vangen, om het maar zo te zeggen in die termen, door het maken van een ECG op het moment dat je er last van hebt. Mocht er iets mis zijn met het hart, dan komt het filmpje ook direct bij een arts terecht. Het programma om op deze manier een ECG te maken is ontwikkeld door het bedrijf LIF Zorg op Afstand in samenwerking met cardiologen. Het past ook zeg maar, in de lijn van dat gebruikers, dat mensen gewoon particulier thuis meer controle willen hebben. En op die manier een soort digitale geneeskunde willen inzetten. Maar dat moet wel op een goede manier gebeuren. Dus er moet wel iemand achter zitten en niet een appje die weet ik wat waar is gemaakt en die iets probeert te vertellen. En die misschien mensen onnodig ongerust maakt. Technisch is er heel veel mogelijk. Maar niet elke elektronische toepassing in de zorg is even succesvol of nuttig. Het Health Innovation Park in Zwolle is een samenwerking van onder meer bedrijven, de ISELA en verzekeraars. Hier onderzoeken ze wat echt werkt. Waar we altijd naar kijken, als een partij bij ons komt met een vraag, is altijd, levert dit een besparing op? Hè? Dus wordt de zorg er niet duurder van? 2, is het een kwaliteitsverbetering? En 3, vervangt het iets? Waar zit de besparing op en welke kwaliteitsverbetering realiseer je hiermee? Voor Els Doornsijven staat buiten kijf dat dit echt een verbetering is. Je maakt weinig gebruik van het hele medische circus, om het zomaar te zeggen. Ja, dus zeker is dit kostenbesparend. Zeker. En een geruststelling voor de patiënt. Ja, ja. En ook een stukje zelfwerkzaamheid aan je eigen lichaam. Ja. Praten met je arts via de app. Ook dat is een e-health toepassing. Je hoeft dan niet bij de telefoon te wachten totdat de dokter belt met bijvoorbeeld de uitslag van een onderzoek. Ja, dit is een meneer die wil weten of de uitslagen van het bloedonderzoek al bekend zijn. Ik kan nu een antwoord gaan typen. Het ziekenhuis in Hardenberg is begonnen met een proef om op deze manier contact te houden met patiënten. Met de app beter dichtbij. Mensen hoeven niet bang te zijn dat iemand anders in die gegevens kijkt. Het is echt informatie tussen die patiënt en die dokter. En niet iemand anders. De app vervangt niet een vertrouwelijk spreekkamergesprek. Het is vooral bedoeld voor korte contacten tussendoor. Het is ook niet verplicht de app te gebruiken. Maar het ziekenhuis verwacht wel dat steeds meer afdelingen er gebruik van gaan maken. Het motto van dit ziekenhuis is zorg dichterbij beter. En dit is denken we juist de manier om dichterbij de mensen te zijn als het gaat om makkelijker communiceren met je zorgverlener en met het ziekenhuis. Iemand kan dat gewoon in zijn eigen tijd rustig nalezen. Kan er als het nodig is op reageren. Dus het is volgens mij een efficiënter gebruik maken van de tijd van de patiënt en de dokter. Kostenbesparing, efficiëntie, mooie woorden als het gaat om e-health. Maar het wordt pas echt een succes als mensen voor zichzelf de voordelen ervan inzien. Als we e-health alleen gaan inzetten om de kosten terug te dringen, dan krijgen we denk ik ook de mensen niet mee. Dus mensen moeten ook het gevoel hebben, het levert me ook wat op als patiënt. Het levert me ook wat op als professional. Sommige e-health toepassingen hebben hun succes al lang bewezen. Dat kan ook nog een eczeem zijn. Dat weet je eigenlijk. Dermatologen van de ISELA leveren al jaren zorg op afstand. Elke dag bekijken ze met elkaar foto's van huidaandoeningen die door huisartsen zijn ingestuurd. Oké,
Dus het wordt behandeld als een rosatie. De patiënt zelf zien ze niet. Dus dit is zorg door de huisarts, waarbij de specialist even kortdurend met een foto over de rug van de huisarts meekijkt en dan adviseert over een bepaalde richting, zonder dat wij die zorg daadwerkelijk in het ziekenhuis binnen hoeven halen. En dat werkt fantastisch. Deze teleconsulten zijn kostenbesparend en ze leveren ook nog betere zorg op. Nou, de meerwaarde is dat dus de patiënt niet hoeft te komen. Dat de huisarts binnen 24 uur antwoord van ons heeft. En dat hij daar heel vaak goed mee uit de voeten kan. En dan scheelt het dus een verwijzing. He, dus het past ook in het kader van zinnige, zuinige zorg. Dat je niet de ziekten die niet in het ziekenhuis hoeven komen, dat je die hier vooral ook niet ziet. Deze teleconsulten van dermatologen zijn inmiddels onderdeel van de reguliere zorg. Veel andere e-health toepassingen zijn dit nog niet. Ze zijn nog te nieuw. Soms gaat er jaren overheen voordat innovaties hun weg vinden binnen de reguliere zorg. Zeker als het gaat om innovaties in die gezondheidszorgmarkt. En waarbij je zeg maar, aan allerlei kwaliteitseisen moet voldoen. En allerlei medische voorwaarden moet voldoen. Dan vraagt dat, is dat wel een kwestie van lange adem? Ook de hartfilmpjes die Els thuis maakt, worden nog niet vergoed.